Goedemorgen iedereen, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik heb vannacht zo niet lekker geslapen. Ik ben een beetje ziek, ik heb keelpijn en mijn neus die zit verstopt. En gisteravond was ik heel de tijd met aan het hoesten en dat was zo een beetje een kriebelhoest precies. En dat is zo lastig, want dan moest ik zo heel de tijd zo... En dan niet goed geslapen, maar toch fijn dat jullie er zijn. We moeten even doorgaan. Dus ik ben even de vlog aan het editen die vandaag online moet komen. Ik heb hier even de triathlonwedstrijd openstaan. En normaal ging ik vandaag een dure rit doen van 2,5 uur, omdat 23 graden is buiten. Maar dat zit er niet in, dus ik ga straks nadat ik de vlog heb geëdit, anderhalf uurtje gaan fietsen, 45 kilometer, gewoon op mijn gemak. Gewoon om toch nog een keer buiten te zijn en mijn neus zal wel vrijer komen daarvan. Morgen liep ik normaal een 5 kilometer wedstrijd. Ik ga er sowieso naartoe, want ik heb dat afgesproken en er komen nog andere mensen. Ik ga gewoon waarschijnlijk zelf niet voor een 5 kilometer record gaan, want het heeft geen zin om te doen als je ziek bent. Het gaat toch niet lukken en je maakt jezelf er gewoon vermoeider van. Dus ik denk dat het gewoon best is dat ik vanavond goed slaap, morgen op tijd vertrek naar huis en dan gewoon 5 kilometer of zo daar een rondje gaan lopen zonder echt al aan te gaan. Gewoon een keer 5 kilometer soort van threshold of zo, dat zou op zich wel kunnen. Dus, maar gewoon niet echt compleet naar de klote lopen, gelijk dat ik normaal wou doen. Ja, even editen en dan ga ik mij straks klaarmaken. Toch al sinds fijn dat jullie er zijn, vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Volgende week ten maas, dus ik hoop dat ik tegen dan wel al een beetje hersteld ben. Ondertussen zijn de katjes hier ook weer van de partij, want mama en haar katjes die komen altijd aandacht zoeken. Of ja, niet per se aandacht zoeken, want die komen hier dan slapen. Super schattig. Daarnet lag hij hier op mijn trui en hij ziet ook al de haren. Dat is dus het nadeel als je katten hebt, dan heb je overal last van haren. Maar ik ga even kijken of ik dat hier naar omhoog kan trekken. Want zoals ik zei, is het weer echt insane. Het is echt super lekker. Nolan is weer gymnastiek gaan geven. Het is zaterdag vandaag, dus vandaar dat ik wel even kan gaan fietsen in de voormiddag. Maar kijk, zoals je ziet, mooie lucht en ook gewoon echt weer lekker warm. Dus dat is echt super nice. Bon, ik ga weer even verder editen en ik zie jullie zo. De vlog zit in de render, dus ik ga mij klaarmaken. Dat wil zeggen mijn lens insteken, mijn neus gaan snuiten en even gaan verfrissen, want ik ben echt... I'm not on this planet. Ik denk dat ik oprecht goede middagdutje ga doen straks. Oh. Oké, iedereen, ik zit nu op de fiets. Het is wel redelijk wat wind en ik ben mijn hartslagband weer vergeten. Dat was niet zo slim. Maar goed, het is gelukkig wel goed weer. Dus dat is wel nice. Hier zijn we aan Pamel. Even naar boven. Ritje van 32 kilometer ongeveer. Dus niet overdrijven. Maar dat ik een beetje last heb van mijn neus en keel. Dus. Ik ben echt overal snot aan het uitsnijven. Oh. Net een toffe babbel had met iemand die ook een iRoad heeft besteld. En hij vroeg of dat een leuke fiets was. Dus natuurlijk is dat een toffe fiets. Maar het is hier echt mooi, gezellig weertje. En Tate McRae op, man, wat moeten mensen nog meer hebben? Insane. 14 kilometer gedaan, dus we kasten een helft. Let's go. Dat maakt mij gelukkig. Mijn neusken is wel vervelend. Altijd maar snuiten. Oké, hier is hier zo'n kruispunt in Assen en het is hier fucking druk en ik weet echt niet waarom. Het is zaterdag. Waarom is het zo druk op een zaterdagmiddag? Ik merk wel als ik nu praat en ben oprij, dat ik rap uitgeput ben. Oh, fucking ziek zijn. Ik keek er zo naar uit naar een ritje van 2 uur in goed weer. Maar kijk, ik mag niet klagen, dit is goed. Beter dit dan dat ik in de zetel blijf liggen, want ik geloof er niet in dat sport is slecht is als je ziek bent. Ik denk zelf dat dat een positief effect kan hebben. Maar all out gaan of lastige intervallen doen tijdens dat je ziek bent, is dat natuurlijk niet. Maar gewoon even rustig fietsen, dat moet wel kunnen, denk ik. Oh, de laatste paar kilometer. Let's go. Dames en heren, appelen en peren. Prepare is underrated as fuck. De lunch met zes voor het zijn. Smakelijke gasten. Weertje. Hier, de straat en verder. Autootje staat daar geparkeerd. We zijn hier op. En dan zagen de Orian haar vrienden dat zien. Wil je anderen even promo doen voor je TikTok, liefje? Nee. Nee, geen promo. Gelukkig heb ik dat al gedaan in de vlog van gisteren. Het is super mooi weer. Nolan heeft een beetje attitude, omdat ik dus deze nacht, gisteren vannacht, gehoest tijdens mijn slaap. En ik heb niet goed geslapen, Nolan heeft niet goed geslapen en nu heeft ze een attitude. Dus nu gaan we naar het centrum, even, ik weet niet, misschien iets gaan drinken of zo, een beetje rondlopen. Ja, het is nu toch keigoed weer, we kunnen er maar van pakken. Het enige ding is, ik heb wel gewoon een lange broek mee. Want ik heb er niet over nagedacht, dus misschien was het beter om gewoon een korte broek mee te nemen.
Kijk, hier ga ik Nola naar trouwring gaan halen. Echt niet, hè. Hoezo echt niet? Nee. Waar dan? Dat is maar 200 euro. Dus maar 200 euro? Maar Laurent, 200 euro voor een trouwring, ben je fucking serieus? Het gaat toch gewoon om de gedachte? Nee. Nee? Nee. Daar gaat het er niet om. Maar ik wil nog een ijsje. Wil je een ijsje? Ja. We kunnen anders eens zwaaien bij Jente daar. Dat is daar achter de hoek. Waarom ben je altijd naar Jente? Maar we passeren daar door het centrum. Ja. Ook ergens anders gaan drinken. Hè? Ah, maar we kunnen toch ergens anders gaan drinken? Dat is toch niet erg? Maar gewoon een keer zwaaien. Hé, hey, mooie bril. Die herken ik gelijk. Wereldstad Aals, dames en heren. Ja, ja, zeker. Vandaag doen we de challenge AI bepaalt onze dag. We gaan elke snack in de McDonald's gaan testen. Nee. Zijn jullie niet excited? Nee. Wauw jongens, dames en heren, wat een stad Aalst. Amazing. Check dit eens even af. Wauw. Wil je anders iets zeggen over Aalst? Een historisch feitje of zo? Want ik heb geleerd dat je altijd iets van een soort van leerrijke dingen in de vlog moet vertellen. Dus heb je toevallig een historisch feitje over de stad van Aalst? Nee? Nee? Oké, nu in beeld dan. Een historisch feitje over de stad Aalst. Carnaval is super populair. Ah, ja, dat is wel een goed feitje inderdaad. En Nola wou niet gaan shoppen, maar ik veronderstel dat we binnen een dikke 5 minuten toch wel misschien in een winkeltje zouden kunnen duiken. Oh. Kijk, een mag. Ik koop het niet. Ik heb het niet gekald, maar ik heb het gekald. Kijk, een mag. Ik koop het niet. En Orion was een tasje vergeten vragen. Nee, ze hebben het. Deze hadden geen tasjes meer. Ja, nu moet ze hier met 2 pakken tuchjes lopen. 2 pakken. 10 pakken. Ja, maar ja, dat is 2 pakken. Bedzak, waarom eet je dat? Ja, ik denk zo. Ik denk dat Nol wel een persoonlijk sponsoringscontract moet aangaan met de H&M om elke maand gratis te shoppen. Oh ja. What the fuck? Ik weet... Daarnet zei ze nog, kopen mag. Nee, wacht. Nee. Nee. Ze zei, aanraken mag, kopen niet. Ze heeft iets aangeraakt en nu gaat ze nog iets gaan passen om te kopen ook. Oi. Nolwen, we gaan niet kopen. Zo mooi op jou. Wat? Zo mooi op jou. Nee, voor jou. Nee, niet voor mij. Kijk hoor. Oh, dat is pas koket. Ik vind het wel mooi. Ik kan die toch niet laten, of wel? Ik kan hem zelfs nu nog aandoen en mee naar buiten stappen. Zo mooi. Wat ga je doen, liefje? Ik ga hem pakken. Kijk, hem mag. Ik koop het niet. Ik ga mijn dingen doorverkopen. Uwa. Mijn andere witte boek. Eerste winkel, Mission Failed. Maar dat is niet erg, liefje. Het is super mooi. Nu moeten we naar de action. Dit is de andere kant. Ja? Kijk, Orianne weet het stad hoe. Let's go. Ik kom alleen naar de winkelstraat. Wauw, zo'n mooie ketting. Welke heb je gekocht? Van Action. Nee, dat is niet waar. Dat is van L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Dat is van Swarovski. Wauw. Die handtekenen is hierachter weer goed aan het werken. Die raam afkussen. Oh, die baas gaat straks eten komen brengen en die gaat dat zien. Ik heb dat niet gedaan, want de TikTokster heeft dat. Wauw, we zijn weer goed bediend, jong. Een lekkere brownie en ik heb het ook. En een koffietje en nog een appelkers. Smakelijk. Oké, dat was een lekker koffietje. Vond jullie het lekker? Ja. Kijk Jente, je hebt dat weer goed gedaan. Dikke kussen. We hebben hier ook een mooie zak van de Action. Met wat spulletjes in. Onder andere die tukjes hebben we hier gestoken. Nog naar broek. Wat weer nog? Ik heb zakdoeken gekocht voor mijn auto, want dat heb ik wel nodig. En nu gaan we terug naar de auto wandelen. Die staat daar achter de hoek. Want tijd om terug naar huis te gaan. Weet je wat we gaan eten vanavond? La Froid. Koude schotel? Ja, dat. Ah, oké. Okay. Mooi, dat is wel lekker dan. Dan gaan we daar eens lekker van smikkelen straks. Kijk eens hoe mooi petje. Ja. Zie je het? Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Ben je blij? Ja. Ja? Nee? Aan. Aan. Dat is leuk, hè? Zo, Evren, vertel eens waar we naartoe gaan. Ja, hier. Naar de? Ja. Waar gaan we naartoe? Ja, maar waar gaan we naartoe? Hier. De speeltuin? Ja. Met wie? De kleine. De kleine, met?
Wolwijn. En Laura. En Evren. En Evren. Wacht op Wolwijn. Nee, wacht op Wolwijn. Wachten. Nu kunnen we spelen. Let's go. Niet vallen, hè. En dan moeten we kijken of er een auto is. Een vlindertje. Is er een auto? Mogen we oversteken dan? Ja. Kijken. Links, rechts. Helemaal aan het fladderen. Wat? Gaan we dat eraf halen? Ik vind dat een goed idee. Nu gaan al die Vlaamse belangkijkers in mijn vlog unsubscriben. Sorry, guys. Je bent zo hoog. Van de glijbaan. Laura, het is een beetje groot. Is het een beetje stijl, bedoel je? Te stijl. Nee, dat is te groot. Is het te groot? 3, 2, 1. Nog eens. Da. Wolden, het is jouw beurt om van de glijbaan te gaan. Ga je nog eens? Aileven. Aftellen. 3, 2, 1. Oké, ik ga niet kietelen, ik ga stoppen. Klimmen, goed zo. Niet vallen. Moet ik tellen? Moet ik tellen? Ja. 3, 2, 1. Ja, anders gaat dat waarschijnlijk in zijn poep. Ready? Set? Ready? Go! Set? Go! Go! Boing. Dat is leuk, hè? Ja. Ja. Oei, de handjes vuil. Kom, gaan we verstoppertje spelen? Ja. Moet ik tellen? Ja. Of moet ik verstoppen? Tellen. Tellen. Ik zal hier tellen, hè? Tot 10. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Je begint daar een hond te blaffen. Is hij bang, Evren? Waar is Evren? Dat is omdat hij een beetje aan het lopen was, denk ik. Ja. Dat hij gewoon even geschoten. Ja. Evren! Ik heb je gevonden! Ik heb je gevonden! Was jij bang van de hond? Oké, nu ga ik mij verstoppen, oké? Niet kijken! Een paar keer dat hij mij had gevonden, maar hij vindt mij niet. Snel. Oh, je hebt mij gevonden. Moet ik het door u tellen? Ga je spelen? Oké. Okay. Hij dacht dat hij mij al een paar keer had gevonden. Ik ben zo rap buiten adem met mijn verkoudheid. Oh. Ready? Go! Ready? Go! Zeg eens hallo mama. Hallo mama. Ready? Ready? Set? Go! Go!
Oh jong. Bonk. Helemaal gesprongen. Ja. Ben je niet op de schommel? Nee. Alleen de glijbaan. Ik ben een beetje te groot. Ja. Hoe gaan we hier dan op geraken? Als jij je kunt op de grond. Op de grond? Met jou die. Oh, ik ben een beetje te groot. Ja. Ik ga hier wachten op Evren. Wacht. Als we ervan vallen jou. Als jij ervan gaat, mag ik dan naar daar? Ja. Oké. Okay. Ready? Ready? Go. Set. Go. Je ging zo snel. Ready? Als we net zo en botsen. Set. Go. Go. Amai, je bent zo snel. Waar is Wolwen? Hey Wolwen. Wolwen, waar ben je? Zit hier. Ik weet het niet, zoek eens. Ik zal een schrikken. Dat voor jou. Ga je dat mama doen? Ja. Ik ga dat bijhouden. Dat is een bloemetje voor mama. Net een TikTok gemaakt toen is. Samen met Evren. Evren, je bent iets vergeten. Ja, bloemetje voor mama. Ja. Ga je dat straks geven? Ja. Oké. Okay. Was het leuk? Ja. High five. En de glijbaan geglijden. De glijbaan, wat hebben we nog gedaan? En dat ze zo en de benen tot pijn. Ja. Zo, net als Calvin. Net als... Net als Boeboe. Boeboe. Oh, de zon is wel mooi, de lucht nu. Nice. Laatste dagje mooi weer. Want vanaf volgende week gaat het gewoon weer terug regenen. En 15 graden zijn. Oh. Oké, lieve mensjes, morgen vroeg opstaan, want dan ga ik naar de Blaarmeerse. En dan in de namiddag waarschijnlijk nog wat werken en zo. Ook voor school onder andere, mijn bachelorproef, want daar moet er wel nog wat voor gebeuren, dus... Morgen een drukke dag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog vandaag. Ik ga proberen wat meer te filmen, want de afgelopen dagen was het veel werken nog na school, dus was niet gelukt. Volg Nolwen even op TikTok. Die lijkt mijn TikToks. Ja, Nolwen heeft een leuke TikTok gemaakt. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Dus ja, dat is eigenlijk morgen een 5 kilometer test. Ik ga gewoon dat zien als training. Ik ga niet all-out gaan, want ik heb geen zin met mijn verkoudheid. En dan ga ik mezelf gewoon zieker maken. En ik wil graag de 10 miles lopen volgende week. Dus dat gaan we niet doen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er weer bij mijn gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus. Misschien laat. Liefje, je bent kiezen.